De eerste vaccinatieclusterdag van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is op vrijdag 29 oktober 2021 succesvol verlopen. Op de Anton Resida School hebben leerlingen, leerkrachten en ouders zich laten inenten tegen het COVID-19-virus. Onderwijsminister Marie Levens toont zich tevreden dat hiermee wordt bijgedragen aan het veilig maken van school en samenleving. Tijdens de COVID-19-persconferentie van donderdag 28 oktober ging Javier Assin van het coördinatieteam ook in op deze activiteit. En besmet, daarom wil ik ook niet ziek en besmet worden. Daarom neem ik mijn COVID-spuitje vandaag. Ik laat me vaccineren omdat er te veel COVID is en ik wil veilig zijn. Laat je vaccineren, het gaat je helpen. Ik vind het een bijzondere eer dat ik de start mag meemaken. Er zijn nog veel meer scholen en scholengemeenschappen die dit gaan doen. En ik ben blij met de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs. Dat we heel Suriname zullen bezoeken, clusters bij clusters, om de jeugd de kans te geven om met hun ouders zo'n mooie activiteit te kunnen uitvoeren. Het is voor onze veiligheid. Ik feliciteer u, meneer de directeur en de directie van deze school en Volksgezondheid die met ons samenwerken en mijn eigen directeur, dat we dit voor elkaar krijgen. De school is onderdeel van een cluster van scholen in deze buurt. En wat we dan doen is we brengen dat team naar de scholen toe. We brengen eigenlijk de inentingsmogelijkheid naar de scholen toe. Waardoor je en de jeugd en hun ouders bereikt. En je ziet het aantal mensen dat zich heeft opgegeven. We wisten wel dat dat zou gebeuren omdat ze zich hebben voorgeregistreerd. Waardoor we van tevoren wisten dat de opkomst heel goed zou zijn. En wat hier gebeurt is gewoon men verricht ongeveer een soort burgerplicht van ik doe mee aan het veilig maken van de scholen en van de samenleving. En het is gewoon prettig om te zien dat en ouders en kinderen meedoen en dat is een voorbeeld voor de volgende cluster. Minister, de laatste tijd is er ook veel ophef over mogelijke vaccinatiedwang. Zijn de leerlingen verplicht zich te vaccineren? Nee, ze zijn niet verplicht. Niemand is verplicht. Wat we wel proberen te bereiken is dat leerkrachten bijvoorbeeld, die nog niet gevaccineerd zijn, zich laten inspireren door de ouders en de kinderen die hier zijn. Zodat ook het leerkrachtenkorps, laat maar zeggen niet volledig, maar zoveel mogelijk gevaccineerd is. We stimuleren het wel. Welk vaccin heb je genomen? Pfizer. Heb je een bewuste keus gemaakt voor die? Ja, toch wel. En waarom specifiek voor Pfizer? Omdat het me gaat beschermen. En ik wil niet ziek worden. Misschien als ik ziek word, ga ik wel beter worden en niet doodgaan door COVID. Yep. Dus je bent blij dat je beter bestendig bent tegen COVID nu? Ja, mevrouw. En wat vind je ervan dat je helemaal op school gevaccineerd kan worden? Het is goed, daar hoef ik niet zo ver te gaan. En we hebben ook je vervoer, dus op school is het best. Het was een goede keus. En wat zeg je aan anderen die zich nog niet hebben laten vaccineren? Ze hoeven het niet speciaal te nemen, maar het is aan jezelf. Als je beeld beschermd zijn, kan je het wel nemen. De volgende stap in onze strategie, de zogenaamde outreach, het gaan naar buurten en scholen en bedrijven, daar zijn we nu druk mee bezig. Morgen wordt de eerste school bezocht. Het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid, eigenlijk ons team, trekt samen op om te inventariseren hoeveel belangstelling er is op scholen aan informatie en aan vaccinatie.
En nou ja, samen met de leerlingen en de ouders wordt dan besloten op welk moment het opportun is om daar naartoe te gaan met een informatie- en een vaccinatieteam. Dus dat, gaat vanaf morgen plaatsvinden. Vanaf volgende week beginnen we met de buurten. De volgende week is Sophia's Lust als eerste aan de beurt. Het is een enorm goede organisatie vanuit de buurtorganisatie en het buurtcentrum. Waarbij we de hele komende week activiteiten hebben om wie dat wil informatie te geven en vragen te beantwoorden over vaccinatie. En vanaf 4 november, dat is een vrijdag, vrije dag, donderdag, is een lockdowndag, maar er is vrijstelling in de buurt om te komen naar het centrum, het buurtcentrum waar we de vaccinaties zullen aanbieden. Alle drie, Pfizer, Sinopharm en AstraZeneca. En we kijken nu ook naar de mogelijkheid om Moderna daar ook aan te gaan bieden. Moderna is tot nu toe alleen beschikbaar geweest in het 's Lands Hospitaal. Maar het is een uitstekend vaccin, is nog wat onderbelicht. Het is een van de modernere vaccins en met heel goede resultaten vergelijkbaar met die van Pfizer. En we hebben er voldoende van, dus degenen die daar interesse in hebben, dat was in het verleden heel veel. Maar we hebben hem altijd gereserveerd voor de zwangere vrouwen. Maar nu hebben we voldoende om het ook aan te bieden aan anderen die daarin geïnteresseerd zijn. De Sophia's Lust is aan de buurt. We zijn ook in overleg met Latour, die heel veel interesse heeft om in de buurt ook informatie te verschaffen, want er is veel vraag naar informatie. En zo zijn er meer. Coroni wil graag een vaccinatiecampagne hebben. En dat wordt door dochters en zonen van het district opgezet. Het is heel mooi, het is een heel mooi plan. Dus dat is het goede nieuws. De scholen, er zijn al 50.000 consentformulieren uitgedeeld. Dat wil niet zeggen dat we 50.000 leerlingen gaan vaccineren, maar dat zal wel een aanzienlijk deel daarvan zijn. Dus stel uit, dat zijn behoorlijk wat mensen. Onze strategie is dus nu om de vaccinatie, maar met name de informatie, naar de mensen toe te brengen en niet meer passief of redelijk passief in centra en polyklinieken te wachten totdat mensen die geïnteresseerd zijn zich komen vaccineren. Want die fase zijn we een beetje voorbij. We hebben nu te maken met zogenaamde weifelaars. Mensen die wel willen, maar om een of andere reden zich nog niet zijn gelaten vaccineren. Twijfelaars, mensen die echt serieuze twijfel hebben of meer eenvoudige vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn. En die moeten we van de juiste informatie voorzien. En natuurlijk hebben we de weigeraars en daar gaan we met respect mee om. Want iedereen mag weigeren als zij daar hun eigen gronden voor hebben. En daar komen we niet aan.